Ik ga een unboxing video doen. Ik ben thuis van Parijs, zoals je misschien wel weet. En ik kom thuis. En er waren heel veel pakketjes. Oké, ik ga pakketjes uitpakken. Nou, laten we beginnen. Ik zie dat er ondertussen, dat er ook, waar is mijn schaar? Ik moet er goed op letten dat ik mijn adres niet laat zien. Wat ik best lastig vind. Als eerst dit pakketje. En hij is van Herom. Zie ik al op de afzender staan. Van Herom heb ik 3 nagellakjes. 3 topcoats. Een nagelverharder, sorry. Dit is gewoon een nagelverharder voor zwakke gevoelige nagels. Dit is een sterke nagelverharder voor zwakke gevoelige nagels. En dit is een extra sterke nagelverharder voor zwakke gevoelige nagels. En ik denk dat ik deze ga proberen, want ik wil graag sterke nagels. Ben benieuwd, leuk. Oké. Volgende pakketje is de Glossy Box. Nou, die ga ik maar heel snel even... Ik ga wel laten zien wat erin zit. Maar niet uitgebreid, omdat ik weet dat jullie daar al mee bedolven zijn. De Glossy Box, altijd in het leuke roze doosje. Ik krijg hem trouwens elke maand. Ik schrijf er alleen nooit wat over. Omdat ik niet denk dat jullie dat leuk vinden, omdat het al op zoveel blogs komt. Golden Care Hand and Foot Peeling with Menthol. Teenspreiders van Herom. Biotherm. UVA, UVB protection voor gezicht met een citrusgeur. Een lippengloss van Yves Rocher. Tony & Guy Casual Sea Salt Texturizing Spray. Texture and Body. Voor je haar. Body, ik denk hè? Maar dat is voor je haar. Dat is dus mijn glossy box inhoud van deze maand. Maar ik denk dat die zelfs elke maand per persoon weer verschilt. Dan nog een productje. Nog een pakketje. En dit zijn capsules. Sterk haar voor mannen. Soms krijg ik dingen opgestuurd die ja, niet helemaal voor mij zijn. Sterk haar voor mannen. Nou, leuk. Nou, de laatste doos, zeg maar. Hierna ga ik over op de enveloppen. De Leda introduceert 4 nieuwe biologische body lotions. Oh, oké, wat goed. Oké, ziet er leuk uit. Biologische body lotions met citrus. Met sandoorn. Dat is deze oranje. Wild rose. En granaatappel. Hele leuke verpakkingen. Het is wel Duits. Granaatappel werd dynamiserend und reik die zellerneure lach. Ik kan geen Duits. De citrus body lotion. De citrus body lotion, hydraterende body lotion. Dan is de duindoorn body lotion. De voedende body lotion. Wild rose, verwende body lotion. En de regenererende body lotion is granaatappel. Natuurlijk. Hou ik wel van. En ik denk dat ik deze citrus... Ik ben helemaal gek op citrus. Dat deze me wel goed gaat bevallen. Maar ik ga het uitproberen. Enveloppen. Een glimmende van Ethos. Ga ik vanuit eigenlijk. Gezien het PR-bureau. Dit is een blush. Deze had ik aangevraagd. Omdat ik... Ik had er een persbericht over gekregen. En ik voor de volgende... voor de volgende Low Budget Make-up tutorial hebben ze me de kleur opgestuurd. Dit is de Baked Blush Soft Blush Powder. Geen naam heeft hij, geen kleur. Maar hij ziet er wel heel mooi uit. Beetje oud roze met goud. Hier ben ik benieuwd naar. Ziet er goed uit. Dus die ga ik proberen en misschien zie je die dan wel terug in een nieuwe Low Budget video. Make-up tutorial, excusez-moi. Dan een zwaar pakketje. Ah, van Ties. Oké, leuk. Boekje erbij. Met alle producten. Oké, dat is handig. Mooi boekje. Dan heb ik hier een aantal oogschaduwduo's. Ik had namelijk een review geschreven over Ties. En toen hebben ze me daar aanleiding daarvan nog een aantal producten opgestuurd om te testen. Dus een aantal duo's. En een aantal kwasten. Oké, hartstikke leuk. Ja, een oogschaduwkwastje. Gewoon een normale platte. Dan is dit. Ja, een pencil brush. Dus zo'n hele puntige. En een angled liner brush. Tof. Leuke verpakkingen ook. Ik weet niet of je het zo in de winkel koopt, maar ik denk het wel. Ziet er goed uit. Ik vind het een heel leuk budgetmerk. Het is net iets duurder dan Catrice wel. Maar alsnog wel vrij betaalbaar. En de producten wat ik nu heb getest,
tot nu toe dan. Ze zijn echt fijn. Dus ik ben er wel heel blij mee. Pakketje uit Engeland zie ik. Dan hoop ik dat het sleek is. Mijn favoriete Engelse post. Nieuwe paletten. 2012 iDivine paletten. Heeft het nog een andere naam? London Calling. Glory heet de paletten. En ze hebben het, de vormgeving weer aangepast, zie ik. Er zit ook nu geen wafelpatroontje meer in de oogschaduws. Vind ik persoonlijk mooi. We zijn nu gewoon plat. Wauw. Flitsende kleurtjes weer. Leuk, 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 leuk. Hier ben ik heel erg benieuwd naar. Mooi. Fel. Dat vind ik zo leuk. Het is altijd vrij gevarieerd. Felle tinten. Zachte tinten. Vaak dan ook nog eens een mix van mat en shimmery. Nou zit hier maar één matte kleur of twee matte kleurtjes in. Maar alsnog wel een hele mooie mix. Dus hier ben ik ook erg benieuwd naar. Kan ik weer gaan testen voor de site. Dit is een pakketje van Zenner. Met daarin haarelastiekjes. Witte. En kleine roze groene. Oh, oké. Okay. Dit zijn haarelastiekjes. Er zit een soort raar plastic iets doorheen. En dat moet goed in je haar blijven zitten tijdens het sporten. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb op hockey gezeten. En er was echt een irritatie van mij dat inderdaad haarelastiekjes altijd uitgeleden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit werkt. Ik sport nu niet meer. Maar alsnog, omdat ik echt veel en zwaar haar heb. Het zakt altijd als ik een knot in doe. Het zakt altijd binnen nood en weer uit. Dus nou, haarelastiekjes dus. Laatste pakketje. Echt heel erg groot van nu. De Falsies Feather Look. Een nieuwe Volume Express mascara. Volgens mij brengt Maybelline hier wel de meeste variant van uit. Van de Volume Express mascara. Dit is de Falsies Feather Look. Met veertjes op de verpakking. Ziet er wel schattig uit met het blauw en het paars. En we zien weer op de persmap. En model met ongelooflijke nepwimpers. Dat je echt denkt van... Hou er nou een keer mee op. We geloven het toch al lang niet meer. Ik vind het ook altijd leuk om te kijken of toevallig een nepwimper ergens los is. Want heel vaak is dat dus ook nog zo. Dat hij gewoon niet goed vastgeplakt zit. Gel mousse textuur heeft deze mascara. Klinkt indrukwekkend. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem testen. En dat was het alweer. De unboxing video met de pakketjes bij thuiskomst van Parijs. Ja, ik ga alles fotograferen. En ik hoor graag wel jullie reviews van zien en dergelijke. En dan ga ik ermee aan de slag. Maar ik ga eerst even de troep opruimen. Want het is nu wel een zooi. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!